Want er staat namelijk op 16 mei iets moois gepland. En daarvoor hebben we aan de telefoon Enzo Kok. Enzo, goedemiddag. Hallo, hallo. Hallo. En eerst, hoe is het met je, Enzo? Hoe is het met je? Gaat belangrijk? Het? Ja, oh, prima. Ja, ik zit lekker thuis. Ja, wel lekker thuis of zit je thuis? Ja, allebei een beetje. Oh, oké, okay, prima. Je bent vaker hier geweest. We hadden je graag weer uitgenodigd, maar dat gaat even niet. Wanneer was dat? Jaren geleden al een keer bij Roger in de Middagshow, hè? Ja, klopt. Volgens mij was dat in 2016 geweest. Ja, superleuk. En sindsdien nog wel vaker. Inmiddels ben je 17 en ga je nog steeds als een raket met je viool. En nu heb je wat moois bedacht om op de bres te springen voor die getroffen artiesten. Wat ga je doen? Ja, de cultuursector is natuurlijk heel erg getroffen door de coronacrisis. En ik was laatst een beetje aan het nadenken van ja, wat kunnen we dan nu doen? Mm-hmm. En toen kwam ik op het idee om een BNC-concert te organiseren. En vanuit het theater in Kerkrade, wat dan wel is uitgezonden. Met een aantal artiesten, waaronder Martin Hirskens en Jack Vinders. En de bedoeling is dat mensen dan hopelijk gaan meemeren. En dat geldt ook voor een deel naar het theater. Want natuurlijk, het theater is natuurlijk ook die onderdeel van die cultuursector. Zonder theater kunnen wij als artiesten ook niet optreden. Mm-hmm. En het andere deel van het geld, dat gaat naar de artiesten. Nee, naar artiesten die het natuurlijk heel erg moeilijk hebben nu in deze tijd. Ja, nee, zeker. Maar dat kan toch helemaal niet? Je kan helemaal niet. Het wordt, neem ik aan, gewoon gelivestreamd vanuit het theater. Dus niet dat er publiek bij komt. Ja, nee. Het is een virtueel concert. Ja. Het theater is helemaal leeg. En mensen kunnen het dan via de social media platformen bekijken. En dan staat er een tikkie. En dan kun je ook meteen geld overmaken. Moet ik het zo zien? Ja, er komt binnenkort een site-lift in. Vanaf daar kunnen mensen via een tikkie kunnen summeren. Wat goed zeg. En het is vooral klassiek, hoor ik. Hè? Ik hoor Martin, de operazanger, en jij met je viool. En die hoek qua muziek gaat het worden? Nee, van alles. Ook Floor Bosman, Mirt Robijns, Rob Mennen. Er is van alles wat. Klassiek, pop. Mijn zusjes doen ook mee. Dus er komt van alles. Voor iedereen die wil, is er wat. Ja, dit is nu voor één dag gepland. Als je daarna denkt, joh, het was zo'n succes. Gaat het al vaker gebeuren? En elke week daar staan? Of, Nou ja, we zijn natuurlijk bezig met meer acties al te bedenken. Maar voor nu willen we eerst even kijken van hoe 16 mei gaat uitpakken. En aan de hand daarvan gaan we kijken van of er nog meer dingen gaan komen. We schrijven het in de agenda, 16 mei. Hoe heet het concert? Dan kunnen we het opzoeken. Hart voor artiesten. Hey, Enzo, super bedankt en succes. Ja, dankjewel. Joe, dankjewel. Doeg. Hoi, hoi. Hoi. We zijn meteen hier de Swedish House Mafia. Maar eerst, Enrique Iglesias.